Hallo. Ik hoor mensen al juichen en zo. De snijtafel is Evert Jansen vandaag, blijkbaar. Staat daar ook, dat is mijn naam. Ik ga het een beetje hosten. Dat betekent dat je dus allemaal dingen zegt die jullie allemaal weten. Zoals we zijn in de Bali. Dat soort dingen. En ik wil graag een beetje een klein onderzoekje doen. Wie is hier als snijtafelfan, zeg maar? Oké, dat zijn wel heel veel handen. Wie is een Rutger Bregman-fan? Nou, dat is best goed. Dat is best goed, Rutger Bregman-fans. Wie is eigenlijk zowel Rutger Bregman-fan als snijtafel-fan? Nou, dat is meer dan alleen de Bregman. Oké, dus er is wel een zekere overlap. Oké, wie heeft het boek allemaal gekocht? Wie heeft het boek allemaal gelezen? Hetzelfde. Nee, er gingen een paar naar beneden. Maar heel goed. Oké, wat we gaan doen. Wie is al eerder geweest bij de snijtafel offline? Wie snapt waar die nu beland is? Wie haat publieksinteractie? Wat we gaan doen is, gek genoeg, we gaan een YouTube-filmpje kijken. Wat opgenomen is eigenlijk vroeger werd het in de slaapkamer van Casper C. Jansen opgenomen. Tegenwoordig heeft hij een soort bijkamertje waar mensen dan achter een gordijn zitten. En dat nemen we dan op YouTube en dan zenden we uit in de mooiste, duurste zaal van Nederland. Maar daar gaan we dus daadwerkelijk naar kijken allemaal. Het duurt ongeveer een uur. Dus heel veel plezier daarbij. Een van de sprekers wil iets zeggen? Ja, oké, dus dat is misschien een goed punt. Het is al een tijdje geleden opgenomen. Dat wil dus zeggen dat er een bepaalde oorlog, ik weet niet of je meegekregen hebben. En er was ook een virus. Maar goed, dus dat zit er dan wat minder in. Maar dat geldt ook voor het boek, dus wat dat betreft helemaal prima. Oké, ik stel voor dat we gewoon allemaal heel rustig gaan zitten kijken. Rutger mag aantekeningen maken. En heeft het ook al een keertje stiekem gezien. Dus ik wil graag beginnen met een klein applausje voor de snijtafel. Ze zijn toch heel lang niet meer geweest, hè? 2 jaar, toch? Hartstikke lang. We klappen nou wel, maar eigenlijk willen we natuurlijk elke maand een video. Toch? Ja? Oké. Dus een heel hartelijk applaus voor Simon Burgers, die dit onderwerp heeft aangedragen. En ik ga even helemaal uit je dak voor Rutger Bregman, is net al gebeurd, maar dat is natuurlijk heel bijzonder. De fans van Casper C. Jansen valt natuurlijk op dat het ook Rutger C. Bregman is. Dus iedereen is bijna, heeft een soort tussen C vanavond. Laten we gaan kijken naar de video. Gaat het met jullie? Zijn jullie er allemaal nog? Is iedereen er nog? We gaan. Ik ga nu als host of Evert Jansen een geweldig verhaal vertellen, wat jullie enorm bij gaat blijven. Maar ik moet mezelf censureren, want we hebben een soort rogue toespraak, lezing van Rutger Bregman krijgen we. We willen natuurlijk allemaal een debat, maar we krijgen een lezing. We hebben wat extra tijd daarvoor geregeld, dus zijn jullie daar ook allemaal oké mee? Wat extra tijd, want Rutger wil graag niet meteen in ook nog nu een gesprek met jullie, maar gewoon even rustig, gestructureerd en goed verhaal houden. Het debat vervalt niet hoor, we gaan daarna gewoon in debat met elkaar, maar we lopen denk ik ongeveer 20 minuutjes uit. Is dat oké? Oké, we hebben democratie, hebben we dat nu besloten. Via jullie woordvoerders die oké hebben gezegd. Rutger is jarig om 12 uur, dus dan moeten we ingrijpen. En ook weer extra bijzonder dat hij er is op de vooravond van zijn eigen verjaardag. Laten we heel hard gaan klappen voor deze interventie van Rutger Bregman. Ja, beste mensen, hier is het geslachte lam. Hij praat nog, dat is toch mooi. Veel dank voor jullie komst. Dank Simon en Casper voor de uitnodiging. Ja, het leek mij toch wel het beste om even puntsgewijs te reageren. Als ik een uur lang geslacht word, dan mag ik ook wel een klein beetje de tijd nemen voor mijn reactie. Ik waardeer de gelegenheid die jullie mij geven voor Weerwoord. Tof dat jullie openstaan voor zo'n debat. En niet te beroerd zijn, dat vooral, zelf een keer op de snijtafel te worden gelegd.
Ik zou eerlijk zeggen dat ik wel eventjes moest slikken. Toen ik hoorde dat de snijtafel de langste aflevering ooit had gemaakt. Over mijn boek. Ik begreep dat dit een uurtje, wat is dit, 4,5 uur dat het gaat uiteindelijk duren. Mooi verjaardagscadeau. Ik moet ook zeggen, in de afgelopen 2 jaar heb ik echt wel een aardig idee gekregen van wat er allemaal schort aan mijn boek. En hoewel het belangrijk is om fouten toe te geven, is dat niet altijd even makkelijk. Maar laat ik er geen doekjes om winden. Ik was niet zo onder de indruk van deze aflevering, van zo goed als alle kritiek die Simon en Casper in deze aflevering over me uitstorten. Een uur lang worden mij woorden in de mond gelegd, citaten uit context gerukt en wordt kritiek gegeven met punten die ik notabene zelf ook al noem. Het belangrijkste wat er misgaat in deze aflevering, dat zegt, denk ik, iets cruciaals over de methode van de snijtafel. En dat roept de vraag op wat Casper nou eigenlijk beoogt met zijn YouTube-kanaal. Moet het vooral grappig zijn? Nou, dat was het op zich wel. Gewoon een lekkere roast van mensen die je stiekem toch al niet mag. Of moet het een serieuze bijdrage leveren aan het publieke debat? Het punt is namelijk, Simon en Casper hebben, zoals ik straks puntsgewijs en uitgebreid zal aantonen, niet echt eigen onderzoek gedaan. De heren lijken te denken dat met louter logisch denken en kritisch lezen, aangevuld met een heleboel scrollen op Wikipedia, wel even een heel boek kan worden gedebunked. Maar specifieke kennis over specifieke vakgebieden lijkt voor hen niet nodig. Keer op keer blijkt dat ze de omvangrijke literatuur waar ik mijn boek op heb gebouwd niet hebben gelezen. Laat ik hier meteen een voorbeeld van geven, zodat jullie begrijpen wat ik bedoel. Rond minuut 28 bekritiseren Simon en Casper mijn gebruik van het onderzoek van de econoom Robert Frank naar het effect van het cynische mensbeeld zoals dat lange tijd werd uitgedragen in het economieonderwijs. Nou, professor Frank die betoogde dat hoe langer studenten economie studeren, hoe egoïstischer ze worden. En Casper vraagt zich af, op dit punt, of er sprake is van een correlatie of een causatie. Waarbij hij doet alsof dat een heel scherpe en originele gedachte is. En we zien Simon ook heftig en triomfantelijk erbij knikken. Maar de heren die laten het bij die gedachte. Ik zou zeggen, zoek het uit. Lees de studie. Zou een econoom als Robert Frank, toch niet de minste, werkelijk niet weten dat correlatie niet per se causatie betekent? Dat is ongeveer de eerste les in de statistiek. Casper zegt, ik citeer, voor zover ik hier kan opmaken, heeft Frank alleen gekeken naar mensen die economie studeren. En Simon zegt vervolgens, op zijn minst had hij een controlegroep moeten nemen. Maar waarom lezen de heren de studie dan niet? Dan hadden ze ontdekt dat het onderzoek van Frank netjes is uitgevoerd met controlegroepen van studenten uit andere disciplines en dat het effect bij hen niet werd gevonden. Sterker nog, Simon en Casper hadden kunnen beginnen bij het artikel In Mijn Bronvermelding, een stuk van de psycholoog Adam Grant. Daarin bediscussieert hij uitgebreid of er sprake is van correlatie of causatie. En Grant concludeert, ik citeer, non-economists became less selfish as they matured, economists didn't. Kortom, louter varen op je gezonde verstand zonder de literatuur in te duiken, dat is niet zo heel erg als je een liedje van Volumia recenseert, of van Bluff. Maar als je een non-fictieboek over geschiedenis, psychologie, antropologie en archeologie onder de loep neemt, dan is je gezonde verstand echt niet genoeg. Dan moet je ook echt die geschiedenis, die psychologie, die antropologie en archeologie induiken. Anders krijg je een video die slim lijkt, maar het niet is. Dan wordt je zogenaamde slimheid, dat wordt een beetje een pose. Je klinkt kritisch, maar eigenlijk ben je vooral een beetje lui. Nou, ik ga gewoon alle kritiekpunten van Simon en Casper chronologisch af. Maar daarbij wil ik nog eerst 2 opmerkingen maken vooraf. In de eerste plaats is het belangrijk om te beseffen, mijn boek is een synthese van een hele grote hoeveelheid andere onderzoeken. En het past in een lijn eigenlijk van boeken die met een heel vergelijkbare analyse komen. En die zijn verschenen kort voor of na De Meeste Mensen Deugen. Een daarvan is Blueprint van Nicholas Christakis, Survival of the Friendliest van Brian Hare, of Mothers and Others van Sarah Hardy, en natuurlijk al het werk van onze Nederlandse primatoloog Frans de Waal. Simon en Casper doen steeds een beetje alsof ze mijn boek debunken, maar in feite meten ze zich dan de houding aan dat ze wel even een hele beweging in de wetenschap opzij kunnen schuiven. Maar ondertussen engageren ze zich nauwelijks met die nieuwe wetenschap en het werk van die vele specialisten waar mijn boek op is gebouwd. In de tweede plaats nog vooraf. Ik heb dus begrepen dat dit de langste snijtafel ooit wordt. Ik reageer alleen op de dingen die mij van tevoren zijn opgestuurd. En ik neem ook aan dat dat de sterkste punten zijn. Voor zo'n avond ga je natuurlijk niet je zwakste commentaar opsturen. Oké, daar beginnen we bij de proloog.
Schitterende openingszin natuurlijk. Aan de vooravond van de Tweede Wereldoorlog maakte de Britse legertop zich grote zorgen. De vraag is dan natuurlijk, klopt dat? Het antwoord is een volmondig ja, dat klopt. Mijn schets van de angst van het militaire establishment aan de vooravond van de Tweede Wereldoorlog is volledig in lijn met de wetenschappelijke consensus. Mijn belangrijkste bron is het lijvige standaardwerk. Ik heb het hier, The Bombing War van Richard Overy. Dat wordt genoemd in de bronvermelding, maar helaas niet door Casper en Simon lijkt te zijn gelezen. In zijn boek legt Overy omstandig uit dat militaire experts in zowel Frankrijk, Amerika, Groot-Brittannië als Duitsland in het interbellum dachten dat de volgende oorlog razendsnel zou worden beslist in de lucht. Nou, die uitspraak van generaal JFC Fuller uit 1923 heeft dus wel degelijk betrekking op de verwachting van de volgende oorlog. Het wordt door historici ook gezien als een typisch citaat van hoe het militaire establishment in het interbellum dacht over oorlog in de lucht. En zo werd het citaat ook door Overy opgevoerd en ook door mij. De zaak is, ik zie niet in waarom het relevant zou zijn waarom deze Fuller, deze generaal, later een sympathisant van de nazi's is geworden. Het gaat om zijn mening als generaal. En zoals ik al zei, Britse, Amerikaanse, Duitse en Franse generaals dachten op dit punt hetzelfde. Militaire experts waren geobsedeerd met het idee dat je de wil van het volk kon breken met bommen uit de lucht. Richard Overy laat zien dat de ideeën van de Franse psycholoog Gustave Le Bon hier ook van grote invloed waren. Hij schrijft op pagina 27 van zijn boek: The Account of the Psychology of the Crowd by Gustave Le Bon, published in 1895, gave popular sanction to the view that the character of modern urban life predisposed individuals to merge at moments of crisis into an unmanageable mob. Simon en Casper lezen Le Bon blijkbaar heel anders dan vrijwel iedereen decennia heeft gedaan, en dat mag. Maar het gaat erom hoe Le Bon werd gelezen in het interbellum en door de meeste mensen. Om die vraag te beantwoorden moet je historisch onderzoek doen, maar dat doen ze niet. Casper suggereert vervolgens dat, ik citeer, er nul bewijs is dat Churchill Gustave Le Bon heeft gelezen. Nou, dat is ook feitelijk onjuist. Een bekende van Churchill schreef in een brief: I lent him a favorite book of mine, The Psychology of the Crowd, bij Gustave Le Bon, and he has not returned it. Dat deugt dan weer niet echt. Simon suggereert vervolgens dat er in een machtsvacuüm bijna per definitie ernstige dingen gebeuren. Nou, het onmerkelijke is dat sociologen een woord hebben voor exact die angst. Zij noemen dat de disaster myth, de rampenmythe. Zo heeft het Disaster Research Center in Delaware honderden studies gedaan naar wat er gebeurt na rampen. En zien ze meestal hetzelfde patroon van samenwerking en solidariteit. Ik schrijf hier uitgebreid over in hoofdstuk 1, maar Simon en Casper laten dit onvermeld. Zo kan het zelfs gebeuren dat ze later in de video concluderen: het is moeilijk om een algemene stelregel te verbinden aan het gedrag van mensen na rampen. Casper zegt dat er de ene keer het een gebeurt en de andere keer het ander. Nou, experts hebben dus wel degelijk algemene stelregels over het gedrag van mensen na rampen. Zie het beroemde artikel, dat is echt een klassieker, van de socioloog Enrico Carantelli, getiteld Conventional Beliefs and Counterintuitive Realities, waarin hij vertelt over inderdaad de uitzonderingen, wordt door jullie natuurlijk ook genoemd, de stroomstoring in New York van 1977, of een ander voorbeeld zijn de plunderingen na de orkaan Hugo op de Maagdeneilanden in 1989. Maar Carantelli spreekt hier van a very atypical occasion of mass looting die werd geïnitieerd door pre-existing juvenile gangs of delinquent youth. Verreweg de meeste mensen doen niet mee aan dit plunderen en keuren het sterk af. Carantelli schrijft dan ook: whatever the extent of the looting, it always pales in significance of the widespread altruism that leads to free and massive giving and sharing of goods and services. Dit hadden Simon en Casper overigens ook op Wikipedia kunnen vinden. Zie het lemma over de rampenmythe. Nou, dat waren de eerste 10 minuten van de video. Ik hoop dat jullie niks te doen hebben vanavond verder. Gaan we door naar het tweede kritiekpunt. Die is niet inhoudelijk, zoals jullie misschien nog weten, maar richt zich op de vorm van mijn boek. Het zou te dik zijn, of althans, het zou een te grote letter hebben. Nu wil het geval dat naar schatting 30% van de Nederlanders last heeft van presbyopie, het verlies van het vermogen om dichtbij scherp te kunnen zien. Dat zijn 5,4 miljoen mensen. Oftewel, voor heel veel mensen, met name oudere lezers, is het lastig, zo niet onmogelijk, om een boek met kleine letters, zoals dat van H.G. Wells, te lezen, waar jullie mee zwaaien in de video. Jullie doen een tikje smalend over de grotere letter in mijn boek.
Zo van, het zal wel een truc zijn om indruk te maken. Maar ik heb toch aardig wat dankbare mails gekregen van lezers die hartstikke blij zijn met een boek dat ze nu ineens wel kunnen lezen. Dan het derde kritiekpunt. Ik zou veel duistere kanten van de mens onbestroken laten in mijn boek. En als bewijs hiervoor wordt naar het register van de Engelse editie verwezen. Komt een bepaald woord niet voor in dit register, zo betoogt Simon, dan staat het ook niet in het boek. Zo zou het thema kolonialisme niet voorkomen. Maar dat is onjuist. Lees het hoofdstuk over Paaseiland en de vloek van de beschaving. Het onderwerp concentratiekampen zou ik negeren. Ook onjuist. Er is notabene een heel deel dat heet na Auschwitz. Het thema discriminatie van vrouwen zou niet aan bod komen. Klopt weer niet. Lees bijvoorbeeld het hoofdstuk waarin ik schrijf over het ontstaan van het patriarchaat. Ik zou het niet hebben over homodiscriminatie. Klopt ook niet. Lees het hoofdstuk over de contacttheorie en de vele hoofdstukken over discriminatie en xenofobie in het algemeen. Ik zou kortom aanraden om de inhoud van een boek niet te beoordelen op basis van het register, maar het boek in kwestie te lezen. Het vierde kritiekpunt van Simon en Casper is dat mijn boek erg gefocust is op het Westen. Maar zoals ze in het Engels zeggen, dat is geen bug, maar een feature. Ik heb een prima reden voor deze focus op het westerse denken. Het boek is namelijk een aanval op de vernistheorie. En dat is de notie dat de beschaving maar een dun laagje is. En dat is een door en door westerse theorie. Dan het vijfde kritiekpunt. Jullie suggereren dat ik een anti-beschavingsverhaal ophang en dat ik citeer, pleit voor het barsten van de beschaving. Dat is echt onzin. Zie bijvoorbeeld het slot van hoofdstuk 5, waarin ik de loftrompet steek over moderne vaccins en de geweldige afname van de extreme armoede. Ook in eerdere boeken heb ik uitgebreid geschreven over de immense vooruitgang van de afgelopen 2 eeuwen, die, let wel, van vrij recente datum is. In De Meeste Mensen Deugen laat ik zien dat het grootste deel van de beschaafde geschiedenis, pak een beetje de afgelopen 10.000 jaar, behoorlijk ellendig was voor de meeste mensen. Het zesde kritiekpunt van Simon en Casper is dat wantrouwen soms gewoon terecht is. En daar ben ik het helemaal mee eens. Mijn pleidooi is slechts, zie pagina 456 van mijn boek, dat bij twijfel we wat vaker uit mogen gaan van het goede. Ja, dan loop je het risico dat je vertrouwen beschaamd wordt, maar dat is een prijs die het, denk ik, waard is om te betalen als we vervolgens ons leven lang anderen in vertrouwen tegemoet mogen treden. Ik pleit er ook helemaal niet voor om de politie af te schaffen, omdat de meeste mensen toch wel deugen, maar denk wel, zie hoofdstuk 16 van het boek, dat de politie effectiever zou kunnen opereren als het de burger vaker zou vertrouwen of met vertrouwen tegemoet zou treden. Overigens doen we dat in Nederland bijvoorbeeld al beter dan in bijvoorbeeld de Verenigde Staten, met lagere misdaadcijfers en een lagere recidive tot gevolg. Het zevende kritiekpunt van de heren Snijtafel is dat we vandaag de dag eigenlijk helemaal niet zo'n negatief mensbeeld zouden hebben. En dat bijvoorbeeld ook rechtse politici van de VVD en het CDA heel positief naar de mens kijken. Nou, ik vraag me eerlijk gezegd af of de slachtoffers van de toeslagenaffaire daar net zo over denken. Ik zou ook graag op willen wijzen dat de titel van mijn boek, De Meeste Mensen Deugen, notabene is ontleend aan een uitspraak van Alex Brenninkmeijer, de onlangs overleden voormalige ombudsman van Nederland. Brenninkmeijer was een van de weinigen die 10 jaar geleden al voorzag waar het geïnstitutionaliseerde wantrouwen toe zou leiden. Hoe de fraudejacht, die ten diepste was gebaseerd op een cynisch mensbeeld en die luid werd aangemoedigd door pers en politiek, zou leiden tot de verwoesting van duizenden mensenlevens. Het achtste punt van Simon en Casper betreft de archeologie van oorlogvoering. Ik vertel in mijn boek uitgebreid over het onderzoek van vele archeologen die betogen dat er nauwelijks bewijs is voor oorlog in de diepe prehistorie. Casper merkt hierop, absence of evidence is geen evidence of absence, waarbij hij, net als bij zijn punt over correlatie en causatie, lijkt te denken dat hij weer iets heel slims heeft gezegd. Maar in mijn notenapparaat verwijs ik naar het standaardwerk onder redactie van de antropoloog Douglas Fry, ik heb hem meegenomen, getiteld War, Peace and Human Nature. Een boek dat jullie heel mooi zullen vinden, want het heeft heel kleine lettertjes. En daarin schrijven 2 archeologen, ik citeer even, comparing the total number of known individuals before 8000 BC to the small sample of remains showing signs of violence demonstrates the infrequency of warfare or conflict in the ancient past. The archaeological record is, luister goed, not silent on the presence of warfare in early human history. Indeed, this record shows that warfare was the rare exception. Casper en Simon hebben Wikipedia inmiddels al zo vaak aangehaald dat ze op dit punt in de aflevering zelf ook zeggen, Wikipedia maar weer, waar ze enkele voorbeelden vinden van geweld in de diepe prehistorie.
Nou, die voorbeelden die ontkent niemand, maar het gaat om de vraag hoe exemplarisch ze zijn. Niemand die ontkent dat er vandaag zelfmoordterroristen bestaan. Maar ik denk dat de archeologen van de toekomst niet zouden moeten concluderen dat we allemaal zelfmoordterroristen waren als we straks één bomvest opgraven. Simon maakt vervolgens het punt dat oorlog minder waarschijnlijk is in een wereld vol nomaden met een lagere bevolkingsdichtheid. En ja, dat is nogal wiedes. En dat is ook precies het punt wat ik zelf maak. Oorlog is een instituut, zegt Simon. En ik zou zeggen, lees hoofdstuk 5, want daar zeg ik hetzelfde. Casper haalt dan een boek aan van Robert Edgerton, Six Societies uit 1992. Helaas vergeet hij mijn opmerking, die ik notabene voorlees in de video, dat het mij gaat om samenlevingen van nomadische jagers en verzamelaars. Nomadische jagers en verzamelaars, niet sedentaire jagers en verzamelaars. Dat is echt een cruciaal onderscheid in de vakliteratuur. Want zoals de antropoloog Douglas Fry schrijft van dit boek, over onder andere het behoorlijk gedateerde werk trouwens van Robert Edgerton en co. Ik citeer even, significantly for the argument in favor of a positive view of the hunting-gathering adaptation, it is no coincidence that the examples they, dus dat zijn types als Edgerton en zo, cite in support of their contentions about maladaptations are drawn predominantly from settled societies. Dan hebben we het dus over een heel klein deel, in feite, van de menselijke geschiedenis. De mens werd ongeveer 10.000 jaar geleden pas op grote schaal sedentair, terwijl we hier al minstens 300.000 jaar rondhuppelen. Nou, aan het slot van de video beginnen Simon en Casper het echt bont te maken. Hun negende grote kritiekpunt is namelijk dat ik de verlichting intrinsiek negatief beoordeel en dat ik ook negatief ben over de moderne scheiding der machten zoals voorgesteld door Montesquieu. Dit is, wederom, onjuist. Ik schrijf letterlijk op pagina 301 van mijn boek over de verlichting. Wie de balans opmaakt, kan niet anders dan concluderen dat de verlichting een overdonderend succes is geweest voor onze soort. Het kapitalisme, de democratie, de rechtsstaat en de bureaucratie hebben ons leven veel beter gemaakt. De wereld is rijker, veiliger en gezonder dan ooit. Het klopt dat ik ook schrijf over de schaduwzijde van de verlichting en dat vinden de heren niet leuk. Casper stelt dat zijn intuïtie altijd was dat de verlichting het startschot betekende voor de afschaffing van de slavernij. Maar helaas heeft hij die intuïtie niet onderzocht in de historische bronnen. Want wie het abolitionisme bestudeert, de 18e eeuwse beweging tegen eerst de slavenhandel en daarna de slavernij, komt erachter dat dit eerder een christelijke dan een verlichte beweging was. De verlichter John Locke investeerde een fortuin in de slavenhandel. De verlichter Voltaire vond het maar wat mooi toen er een slavenschip naar hem werd vernoemd. In 1789 brak de Franse Revolutie uit onder het motto Liberté, Égalité, Fraternité en kregen verschillende slavenschepen ook nieuwe namen, Liberté, Égalité en Fraternité. Geen enkele grote verlichtingsdenker zette zijn reputatie in om de slavernij aan te vallen. Nee, het waren de diepgelovige Quakers in Engeland die het voortouw namen. Simon wordt zowaar boos als ik suggereer dat het moderne racisme een uitvinding is van de verlichting. Maar over die stelling bestaat een brede consensus onder historici. De heren scrollen weer wat rond op Wikipedia, maar het was nuttiger geweest om de klassieker Racism van George Frederickson te lezen, menig eerstejaars geschiedenis wel bekend. Daarin schrijft hij: "The scientific thought of the Enlightenment was a precondition for the growth of modern racism based on physical typology." En hij schrijft ook: "The secular enlightenment was a double-edged sword. Its naturalism made a color-coded racism seemingly based on science thinkable and thus set the stage for 19th century biological determinism. But at the same time, it established in the minds of some a premise of equality. The Enlightenment thus managed to give new salience and potency to the concept of race, while at the same time making it possible to question whether its use as a basis for social ranking and privilege was just and reasonable." En het is precies die paradox over de verlichting als tweesnijdend zwaard waar die hele passage in mijn boek over gaat. Jullie willen blijkbaar alleen maar de positieve kant van de verlichting zien en alle schaduwkanten wegredeneren als aberraties. Dat mag, maar ik denk niet dat je dan een voldoende zou halen voor je tentamen moderne geschiedenis. Simon wordt echter nog bozer en beweert dat ik mij diep zou moeten schamen voor de observatie dat de Holocaust door veel wetenschappers als het toppunt van moderniteit wordt gezien. Tja, heeft hij de klassieker van Max Horkheimer en Theodor Adorno dan niet gelezen? De dialectiek van de verlichting? Kent hij het baanbrekende werk niet van Zygmunt Bauman, de socioloog, getiteld Modernity and the Holocaust?
Bouwman betoogde dat de opmars van het instrumentele denken, de moderne bureaucratie en de industriële rationalisering heeft geleid tot morele onverschilligheid. Of daar in ieder geval toe kan leiden. In een interview met Dagblad Trouw in 2012 zei hij: moderniteit leidt niet onherroepelijk tot een holocaust, maar het maakt het wel mogelijk. De holocaust was geen terugval in premoderne barbaarsheid. Het is juist een blik op het verborgen potentieel van de moderne maatschappij. Dat potentieel dragen we voorgoed met ons mee. Bouwman zei ook over de holocaust: het werd gedragen door rationele wetenschappers, van biologen tot juristen en planologen, die zich zorgen maakten over de kwaliteit van het ras en de sociale hygiëne van het volk. Volgens Simon moet ik mij blijkbaar diep schamen voor het serieus nemen van deze denker, die Trouw overigens beschrijft als een van de belangrijkste sociologen ter wereld. Dat Simon zo geschokt is van de manier waarop ik en vele wetenschappers de holocaust als een door en door moderne misdaad zien, laat zien dat hij de literatuur gewoon echt niet gelezen heeft op dit punt. En omdat hij dan ook nog een opgewonden moralistisch sausje over zijn onwetendheid giet, vond ik dat eerlijk gezegd de gênantste passage van de hele aflevering. Maar aan het slot blijkt Simon toch nog een andere pagina in mijn boek het allerergste te vinden. Namelijk de pagina waarop ik adviseer het nieuws te vermijden. Zijn kritiek hier is een evidente stroopop. Natuurlijk is het belangrijk om te weten over de grote misstanden in de wereld. Sterker nog, ik denk dat het nieuws, de dagelijkse focus op incidenten in plaats van structuren, ons daar vaak van afleidt. Klimaatverandering, het uitsterven van vele soorten, de onderdrukking van de Oeigoeren worden vaak niet zo nieuwswaardig gevonden. Zeker niet voor de media met het grootste bereik. Denk aan de talkshows. Simon die doet alsof mijn mediakritiek zich vooral richt op de kwaliteitskranten. Maar dat is natuurlijk onzin. Het gaat mij vooral om die hysterische 24/7 nieuwscyclus, zoals je die vooral op televisie ziet. Simon denkt dat die nieuwscyclus geen schadelijke effecten heeft en dat iedereen wel snapt dat een incident is. Maar moderne psychologen en sociologen denken daar heel anders over. Op pagina 33 van mijn boek citeer ik een wetenschappelijke overzichtsstudie waarin de schadelijke effecten van een overtollige nieuwsconsumptie worden opgesomd. En dan hebben we het over misperceptie van risico's, angst, negatieve gevoelens, aangeleerde hulpeloosheid, vijandigheid ten opzichte van anderen en afstomping. En dan, dames en heren, hebben we eindelijk het einde van de aflevering bereikt. Is er dan helemaal niets mis met mijn boek? Integendeel. In de afgelopen 2 jaar heb ik heel wat sterke kritiek voorbij zien komen, vooral in buitenlandse media, moet ik dan wel zeggen. Als de snijtafel dat bij elkaar had gegoogeld, was de aflevering al een stuk beter geweest. Ik zal een paar voorbeelden noemen van erg sterke kritiek op mijn boek. De blogger Ben Sixsmith liet op het platform Medium zien dat het Ifalik-volk, dat ik als door en door vreedzaam beschrijf, in de 19e eeuw helemaal niet zo vreedzaam was. De antropoloog William Bruckner schreef op zijn blog een kritische recensie van mijn gebruik van de antropologische literatuur, waarbij stelt dat ik te veel vertrouw op het werk van optimistische antropologen als Douglas Fry. De recensent van de Groene Amsterdammer, Anton Jeger, die stelde dat mijn boek niet politiek genoeg is. De notie dat de meeste mensen deugen kan je ook een beetje gemakzuchtig maken. En dan blijft het hangen in een soort van zelfhulpwijsheid. En het belangrijkste kritiekpunt kreeg ik denk ik van de auteur Lily Cole, die me uitgebreid wees op mijn blinde vlek voor geweld tegen vrouwen, waar ik inderdaad veel te weinig over schrijf in mijn boek. Maar ik moet toch ook echt zeggen, ik vond deze snijtafel ronduit teleurstellend. Waar hebben we nou naar gekeken vanavond? Waar bent u voor gekomen? Was u oprecht geïnteresseerd in de grote vragen over de menselijke natuur? Of had u stiekem gewoon zin in een lekkere roast? Waarom kijkt u eigenlijk naar de snijtafel? Om wat te leren of is het vooral een guilty pleasure om dat irritante boek van die vervelende deugddominee eens lekker gesloopt te zien worden? Ik heb sterk de indruk dat jullie, Casper en Simon, gevangen zijn door de premissen van wat jullie aan het doen zijn. Alles lekker debunken, want niets is lekkerder dan een goede roast. Zo vermommen jullie je gebrek aan inhoudelijke kennis als slimheid en scherpzinnigheid en geven jullie venen waar hun hart of hun onderbuik al naar verlangde, namelijk de definitieve sloop van Rutger Bregman. Maar, maak jullie geen zorgen, als ik door dat soort cynische gedachten dreig te worden overmand, dan houd ik me vast aan dat ene radicale idee waar de machthebbers voor sidderen: de meeste mensen deugen. Ik dank jullie wel. Oké.
Oké, okay, nou, is iedereen er nog? Ja? We gaan nu eerst met elkaar debatteren. De eerste vraag is altijd, wat vond je de zwakste kritiek? Nou, daar hebben we al een voorzet voor gehad. Misschien toch nog eventjes. Alles was de zwakste kritiek. Ja, laten we gewoon beginnen. Wat vond je de zwakste kritiek uit de snijtafel? Oh, mag ik nog een keer? Ja, of nee, of zullen we... Ja. Oké. Ga je gang. Je hebt het gezegd al, dan gaan we naar jullie. Wat vonden jullie de zwakste kritiek op de kritiek? Begin maar. Dat lijkt me een goede vraag, want ik denk dat het niet de bedoeling is dat ik of Casper nu weer een verhaal gaat houden van dezelfde lengte als ja. de heer Bregman. Nee, dan pak ik jullie helemaal... Die verleiding is natuurlijk, laat ik het dan noemen, wat ik het zwakste vind, is het ad hominem in het overigens sowieso. Ik vond het erg leuk en goed gebracht verhaal, geestelijk ook. Maar, dat was leuk, ja. Maar heel zwak. wat ik het zwakste punt ervan is, dat leer ik aan mijn studenten bij kritisch denken, dat is een ad hominem, dat de insteek waarmee wij zouden zijn begonnen, dat die verkeerd zou zijn. Daar wil ik toch eventjes iets over zeggen. We zeggen al in de uitzending, ik heb niets tegen de persoon Bregman en ik vind het heel fijn als er dingen zijn waar Bregman en wij aan dezelfde kant staan. Voordat ik het boek van Bregman las, wist ik bijna niets over de heer Bregman. Ik had gezien van Texas, dat vond ik leuk en van dat Fox News, maar ik begon onbevangen aan het boek. En toen het boek het eerste hoofdstuk las, dat vond ik al ontzettend lariekoek, het boek uit had, was mij duidelijk dat iemand hier heel ernstig in de war is. De snijtafel Casper Jansen had ik nog nooit van gehoord. En ik ben absoluut niet begonnen met een vooringenomenheid. Dat is eigenlijk het punt wat ik als eerste wil... Laten we daar even stoppen. Dus het was niet de gedachte, we gaan Rutger Bregman eens pakken, want we hebben hier iemand, het zijn weinig mensen in Nederland, maar die wist niet eens iedereen weet het. Ik zei al in mijn reactie, ik geloof dat 100%, want mijn cynische gedachten die onderdruk ik ook met het geloof. Maar dan zijn we daarmee klaar. Ben ik helemaal daarmee klaar. Ja, maar het is natuurlijk wel zo, laten we eerlijk zijn, het is ook een beetje entertainment, toch? Ik bedoel, mensen willen misschien wel dat jij nu iets heel doms gaat zeggen, toch mensen? Nee, dat gevoel kruipt mij ook wel, ja. Maar jullie hopen dat er een hele goede kritiek komt, volgens mij. Want jullie zijn kritiekliefhebbers. Dus praat vooral met elkaar, denk ik. Wat vond jij de slechtste kritiek op de kritiek op de kritiek? Ik heb geprobeerd mee te schrijven. Ik heb natuurlijk minder tijd gehad dan Rutger om me voor te bereiden op wat hij zei. Want hij heeft onze aflevering wel van tevoren kunnen bekijken. Maar ik heb nu heel snel moeten meeschrijven. Dus ik zit nou te denken van wat is nou... Ik heb het idee dat jouw voorbereidingstijd toch iets langer was op deze avond. Ja. Maar ik wist natuurlijk niet wat jouw repliek zou zijn. Ja, maar Casper, het is live, hè? Het is live. Laat ik beginnen met zeggen... Nee, natuurlijk hebben wij niet alle boeken gelezen die Rutger Bregman heeft gelezen als voorbereiding voor het schrijven van dat boek. Het zou ook wat zijn als wij dat allemaal hadden moeten lezen om een kritiek te mogen hebben op dit boek. Ik bedoel, dat wij Wikipedia erbij halen, dat brengt hij als een... Ja, als kritiek op ons eigenlijk, als een zwak plek van ons. Ik zou eerder zeggen, ik zou het eerder omkeren, dat wij alleen maar Wikipedia nodig hebben om een heleboel van dit boek, nou ja, als het niet te weerleggen is, toch in ieder geval zwaar in twijfel te trekken. Dat is een slecht teken wat betreft de kwaliteit van het boek, niet wat betreft ons onderzoek. Ja, mag ik er iets aan toevoegen? Ik heb niet al die voetnoten van Bregman nagegaan. Het is wel zo dat heel veel voetnoten die wij nagingen, dat onze verbijstering, dat die niet klopte. Dat geldt trouwens, het gaat zo ver, want er is echt wel iets mis met u hoor, meneer Bregman. Echt waar. Het gaat zo ver. En ik daag iedereen uit, meneer Bregman en de mensen in de zaal. Bregman die zegt ergens... Nog niet ad hominem. Ja, niet ad hominem. Je kan het zo zien. Die zegt ergens dat de Bijbel al er tegen waarschuwde hoe perfide koningen zijn. Kijk maar naar de volgende citaat van Samuel. En in dat citaat van Samuel staat dat koningen wilden aanzetten tot oorlogsvoering. Dat belangrijk voor ze was. Het staat gewoon niet in het citaat wat daar meteen nakomt. Nou, daar is echt iets mis met meneer Bregman. Maar ik heb dus niet al die bronnen gelezen. Maar ik heb in mijn lange leven wel heel wat boeken gelezen. Onder andere van verlichtingsdenkers. Onder andere van Diderot. Die heel duidelijk stelling neemt tegen slavernij en tegen het anders behandelen van mensen. Maar ik wil even, want anders praten we helemaal langs elkaar heen. Wikipedia, dat was
Kijk, het gaat mij daar natuurlijk helemaal niet om. Het punt is, en dat wilde ik aantonen met dat voorbeeld van causatie of correlatie is geen causatie. Dat denk ik, oké, prima kritiekpunt. Maar dan moet je net even die stap verder zetten en laten zien dat Robert Frank in deze geen controlegroep had. Maar dat doe je dan niet. En dat vind ik pijnlijk, dat je helemaal doet alsof je een hele kritiek hebt die gewoon niet aan de orde is. Dus dat is zo'n voorbeeld van als je onderzoek gewoon te dun is, als je echt een beetje... Ik heb een vraag aan de heer Bregman. Ik wil even weten, dat boek van Beccaria, dat vind ik een van de belangrijkste verlichtingsboeken. Kent u dat boek? Hebt u dat gelezen? Dat vraag ik hierbij. Het boek van Beccaria heb ik niet gelezen. Nee. En wat hebt u gelezen van Voltaire en van Diderot? Welke boeken? Dat wil ik even weten. Ik heb een aantal gelezen. Noem ze op. Candide bijvoorbeeld, over het optimisme. En van Diderot? En verder een aantal teksten. Diderot natuurlijk de encyclopedie. Ik vind dit trouwens een beetje agressieve benadering. Ja. Volgens mij is het punt wat ik daar maakte over de verlichting als tweesnijdend zwaard. Sorry, maar dat is echt eerstejaars geschiedenis. Dus ik snap best dat u een paar boeken van verlichtingsfilosofen heeft gelezen, waar u heel enthousiast over bent. En dat is prima. Maar de verlichting is een hele historische stroming. Is een hele beweging met allerlei dynamieken. Waar uitgebreide reflecties over zijn geschreven. Door bijvoorbeeld Zygmunt Bauman. Van, kan dat bijvoorbeeld ook die neiging tot... klassificeren, mensen indelen in hokjes en vakjes. Ja, dat wordt door sommige wetenschappers gezien als het ontstaan van het moderne racisme. Prima als u het daar niet mee eens bent, prima. Maar om dan te doen dat ik zoiets vreselijks ergens en belachelijks zeg, terwijl ik in feite gewoon mijn eerstejaars geschiedenis staan aan het herhalen ben, sorry, dat vind ik gewoon niet zo sterk. Nou ja, je bent dan, als dat echt zo is, dan maak ik me zorgen over de studie geschiedenis. Maar, ja, sorry hoor, maar dit is toch... als dat echt zo is. Een autoriteitsargument. Je kunt zeggen van, ik heb hier een heel dik boek, nog dikker dan mijn boek, dat het ook zegt. Ja, daarmee is het niet waar. Ik bedoel, ik stel er eer in eigenlijk om Wikipedia te citeren. Dat is een hartstikke goede website. In de regel klopt Wikipedia gewoon. Het is een heel goed beginpunt, een goed vertrekpunt van onderzoek. Maar daarna moet je ietsje dieper gaan. Maar even over het brongebruik. De eerste charge is meteen het brongebruik. En misschien moeten we daar eventjes concreet op worden. Jij roept begin van de Tweede Wereldoorlog. Dat lag op het kastje. En jullie zeggen verouderd. Klopt niet. Waarom is het nou Wikipedia? Waarom klopt het nou niet, hun kritiek? Ook daar die kritiek die zou sterk zijn geweest als jullie hadden aangetoond dat het niet waar is dat het militaire establishment zich aan de vooravond van de Tweede Wereldoorlog grote zorgen maakte over die aankomende bommenoorlog. Ja, die luchtoorlog. Over de bommen, maar niet over de plunderingen. Dat toon je niet aan. Precies. Dat zegt u, meneer Bregman. U zegt echt iets in uw boek op bladzijde 1 wat helemaal niet waar is. Echt. U zegt ook iets anders in uw boek dan u daar zei. U zegt daar dat een generaal zich zorgen maakt over het roofdier Hitler. Citaat, is de eerste helft van de eerste bladzijde. Het is niet waar. Die man heeft in 1923 iets gezegd. Het klopt echt niet, meneer Bregman. We kunnen discussiëren, maar één keer, het houdt op. He, het houdt op. Nou, we hebben ik heb ook wel dorst al. Gustave Le Bon, we hebben het nagezocht. We hebben ons wel degelijk door uw Maar dat is over en weer duidelijk. Het staat er niet. Waarom vind jij dat dit unfair is, die Gustave Le Bon kritiek? Oh, nou ja, goed. Ik lees het boek van Richard Overy. Dit is volgens mij een van de meest vooraanstaande historici op het gebied van de Tweede Wereldoorlog. U citeert Le Bon en u citeert hem verkeerd. Daar hebben we het over. Ja. Nou dan. Ja, ik citeer hem helemaal niet verkeerd. Dus. Jawel, want u zegt dat het gaat over noodsituaties en Le Bon zegt dat niet. Dus het citaat slaat nergens op. Echt. Okay. Dit kan niet. Overigens, in uw repliek bent u totaal niet ingegaan op een interessant punt wat ik naar voren heb gebracht. Namelijk dat je kon helemaal niet plunderen, want er was helemaal geen machtsvacuüm. Je hebt gewoon gearresteerd. Iets wat ik niet noem in de video, maar wil ik eventjes hier aan toevoegen. Ik heb een heel mooi boek gelezen, een jaar geleden. Een Liefde in Dresden, een non-fictieboek met bronnen uit de Tweede Wereldoorlog. Heet van de Naald. In Dresden, waar een Duitse vrouw ruzie krijgt met andere Duitse vrouwen over een jurk en de een zegt, en ik wil die jurk terug, die heb je gestolen, anders loop ik naar de politie. Je kon helemaal niet plunderen. Dus die plunderingen werden niet voorspeld. Niet door Churchill, niet door die generaal, want dat was niet vlak voor de Tweede Wereldoorlog. Niet door meneer Le Bon, die al lang dood was. Ja. Bovendien, je kon helemaal niet plunderen. Ik ben er inmiddels wel van overtuigd dat de verlichting niet alleen over de reden ging, want het wordt behoorlijk emotioneel inmiddels, heb ik het idee. Maar... Nou, inderdaad, maar... Daar wil ik eigenlijk goed tegen dat zegt. Want
Jij zegt zelf dat in de verlichting de reden centraal staat. Dat staat in jouw boek. De reden plaatsen ze centraal. Geen gevoel, geen empathie, geen geloof. De reden. Als dat echt zo is, hoe kan dan in de verlichting met dat centrale punt het racisme zijn uitgevonden? Is racisme dan iets redelijks? Dat is dus het betoog van onder andere mensen als Sigmund Bauman, dat er een bepaalde manier van denken, een instrumentele rationaliteit, zoals dat wordt genoemd door onder andere historici en filosofen, waarin je mensen gaat stoppen in hokjes en vakjes, waarin je allemaal planologen hebt die denken over de sociale hygiëne. Dat is ongemakkelijk, maar het is waar dat het... Dat is toch niet wetenschap? Nee, dat is niet... Redelijk? Dat is toch een... Ja, oké, wat ik zeg in de lange versie van de video is dat ik me heel goed kan voorstellen dat racistische ideeën die er waren, bijvoorbeeld gebaseerd op shit uit de Bijbel over Noach, dat die een wetenschappelijk, pseudo-wetenschappelijk sausje krijgen in de verlichting, omdat wetenschap een beetje in de mode komt. Dat mensen denken, oké, nu gaan we het er een wetenschappelijk sausje geven. Maar dat maakt het niet een wetenschappelijk fenomeen. En eigenlijk vind ik het een soort rare legitimering van racisme als je zegt dat het een wetenschappelijk fenomeen is. Want dan wordt het haast iets onontkoombaars. Iets, moeten we wetenschap gaan vermijden of zo? Want misschien leidt het wel weer tot de volgende holocaust. Ik vind het echt een heel raar... En als dat in de geschiedenisstudies nu wordt onderwezen, dan vind ik dat heel zorgwekkend. En ik vind het een autoriteitsargument om te zeggen, het wordt onderwezen in het eerste jaar, dus dan zal het wel kloppen of zo. Ja, het klopt ook helemaal niet. In de middeleeuwen, al bij de pestplagen, kregen de Joden de schuld. In de 17e eeuw, 100 jaar voor de verlichting, was het in Batavia al zo dat alleen de Nederlanders en de Chinezen mochten in de stad wonen. De Chinezen in een aparte wijk. En de mensen met een andere kleur moesten daar buiten wonen. Het is gewoon onzin dat het racisme uit. Ik heb even graag dat gereageerd op wat Casper net allemaal zei. Ik vind het bijna surrealistisch dat dit debat nu hierover gaat. Want het voelt echt zo van... Ja, we kunnen het ook over andere dingen hebben. Laten we dit punt afsluiten. Maar het is echt redelijk basic. Laten we het afsluiten, dit punt dan. Nou, als het over specifiek de Holocaust gaat... iemand als Sigmund Bauman beschrijft dat als een door en door moderne misdaad. Niet puur als een, I don't know, een zuiver wetenschappelijke misdaad. Maar ik denk dat hier het punt van instrumentele rationaliteit, de wijze waarop zo vreselijk veel mensen zijn vermoord, op een industriële schaal eigenlijk, op een industriële methode, zou je kunnen betogen. Er zijn er toch aardig wat historici, filosofen, noem maar op, die dat zien als het toppunt van moderniteit of een van de duistere kanten van de moderniteit. Ik vind eigenlijk dat jullie een hele naïeve positie hebben, dat jullie al die dingen willen wegredeneren. Zo van, maar ja, verlichting, zeggen ze volgens mij. Is helemaal zuiver, daar kan niks mis mee zijn. Met alle technologieën. Je kunnen verschrikkelijke dingen gedaan worden. En dat is inderdaad wel iets wat jij regelmatig doet in het boek. Zeggen van, deze nieuwe technologie ontstond en het begon allemaal met de landbouw. Dat is ook iets wat we in deze versie dan van de bespreking niet helemaal belichten, maar kijk voor op YouTube straks. Dat het allemaal begon met de landbouw. Want de landbouw zorgde naast natuurlijk het voordeel van het enorme overschot aan voedsel dat de jagersverzamelaars niet hadden, wat maakte dat ze die kinderen aborteerden en meisjesbaby's vermoorden. Trouwens, de Tasmaniërs waren nomadisch. Die eerste voorbeeld is het voorbeeld dat ik geef. Mag het inderdaad zijn dat ik geef nog wat meer voorbeelden van jagersverzamelaars uit het boek. En het zou kunnen dat er ook wat gesettelde jagersverzamelaars tussen zitten, dus oké. Maar in ieder geval die Tasmaniërs waren nomadisch. Die reizen overigens rond binnen een territorium. En als ze daar buiten traden, kregen ze ruzie met een andere territoriale nomadische groep. Maar goed, even over die technologie. Technologieën hebben natuurlijk heel vaak, of misschien wel altijd, grote nadelen. En het nadeel van de landbouw was dat mensen te dicht op dieren gingen leven, dat er ziektes van kwamen, dat mensen te eenzijdig dieet kregen. Dus de overvloed aan eten was een voordeel, maar de eenzijdigheid was weer een nadeel. En zo heb je met heel veel moderne ontwikkelingen, dus ook inderdaad de moderne administratie, als er inderdaad een dictator aan de macht komt, dan kan hij dat misbruiken om bijvoorbeeld een massamoord te plegen. En het is inderdaad wel, het is een populaire zegswijze om dan te zeggen van ja, is technologie dan eigenlijk wel goed? Ja, ik vind dat een beetje een saaie discussie. Het is, lijkt me evident dat technologie met beleid moet worden toegepast. Dat we daar altijd kritisch over moeten nadenken op hoe we technologieën moeten toepassen. En de hele moderniteit dan bepaalde misdaden in de schoenen schuiven, omdat die uitgevoerd konden worden dankzij moderne technologie, vind ik echt van een kinderlijke onzinnigheid. Maar ik kom het vaker tegen, dus je hebt gelijk dat het niet jouw
unieke persoonlijke fout, want ik kom het veel vaker tegen. Ik ben er al lang van doordrongen dat die problemen overal zijn. En dat er hele dikke, gewichtige boeken zijn die dat beweren. En ik schrik daar eigenlijk niet van. Ik denk niet van shit, dat had ik moeten lezen. Ik denk, oh ja, inderdaad, het is inderdaad wijdverbreid. Ik maak me daar grote zorgen over. Ja. Mooi punt. We hebben een gesprek met elkaar. Dat is heel leuk. Heb je nog andere onderwerpen waar je. Want we gaan wel. Er zit een bepaalde herhaling. Dus er is geen goede host. Er is een goede host nodig. Want er zit een bepaalde herhaling in jullie gesprek. Jij wil nieuwe onderwerpen? Ik wil toch die holocaust op een heel andere manier aanvliegen. Want het gekke is dat de heer Bregman hem op twee manieren aanvliegt. Op bladzij 216 is het opeens helemaal niet. Of wat is het? 216, nou. Ik kan het even niet lezen, want de letters zijn groot, maar de paginanummers niet. Nog niet groot genoeg. Maar daar heeft de heer Bregman een heel andere verklaring voor de Holocaust. Die zegt, Auschwitz was het eindpunt van een langdurig historisch proces, waarin het kwaad zich steeds beter vermondde als het goede. Schrijvers en dichters, filosofen en politici bleven jarenlang de psyche van het Duitse volk afstompen en vergiftigen. De homo puppy werd voorgelopen. En geïndoctrineerd, gehersenspoeld en gemanipuleerd. Er staan hier 6 negatieve termen over schrijvers en dichters die het Duitse volk aan het manipuleren waren, namelijk afstompen, vergiftigen, voorliegen, indoctrineren, hersenspoelen en manipuleren. Meneer Bregman, wilt u mij even 3 namen geven van dichters die dat deden, dat hersenspoelen, manipuleren? Als u een dergelijke, wat is het meest monsterlijke regime van de 20e eeuw waar u deze mensen van beschuldigt, dan kunt u vast ook een stel naam doen. Noem maar graag 3 schrijvers, 3 dichters. Ik vind het een beetje een flauwe overhoring worden, eerlijk gezegd. Volgens mij is het niet een soort van geheim dat er nazi-propaganda bestond en dat er ook dichters een rol in speelden. Ja, vooraanstaande dan Thomas Mann, Nobelprijswinnaar 1929, die zat in Amerika, Heinrich Mann ook, Bertolt Brecht, het Zoekmaier moest de benen nemen. Ik zeg niet dat vooraanstaande zijn, dat staat er toch niet? Maar dat is dan wel heel typisch, dat de vooraanstaanden dus kennelijk minder invloed hadden dan de niet vooraanstaanden. Meneer Bregman, u moet dit gewoon terugnemen. Dit kan je echt niet. Hoezo moet ik, u zegt dat er geen nazi-propaganda bestond? Het is steeds bizarre maar deze kan, avond. Maar dit kan toch niet? Okay. Wat kan niet? Dat je de meest monsterlijke regimes van de 20e eeuw, dat je de verantwoordelijkheid daarvoor in de schoenen schrijft van schrijvers en dichters. Je zegt dat er geen nazi-schrijvers waren, geen nazi-dichters, geen nazi-propagandisten. Sorry? Ja, moet ik die namen heb ik nu niet paraat van de alle specifieke nazi-propagandisten. Maar er staat geen enkele voetnoot. U bent toch zo dol op voetnoot in de zaal, blijkbaar. Is dat zo'n harde pis? Ik val in slaap en ik noem je favoriete 5 nazi-propagandisten. Ik wil. Ja. Sorry. Oké. Ja. Dit debat gaat echt helemaal nergens over tot nu toe. Ja, het gaat iets te langzaam, jongens. Heb jij nog een Het gaat over heel belangrijke dingen. Nee, daar ben ik inderdaad niet mee eens. Het gaat over iets heel belangrijks. Als u zegt dat schrijvers en dichters, dat die bezig waren afstompen, vergiftigen, voorliegen, indoctrineren, herspoelen en manipuleren, en het zijn niet de bekende schrijvers, dan is iets wel heel merkwaardigs met dat Duitse volk. Maar dat punt hebben we net ook al gehad. Okay. Dus ik wil het heel graag hierover ophouden. Geen nazi-propaganda. En Kasper, heb jij nog een ander onderwerp? Want we verzanden een beetje in hetzelfde, eerlijk gezegd. Rutger Bregman. Rutger C. Bregman. Ja, Rutger C. Bregman. Mijn deftige C, die gebruik ik niet. Hij noemt een aantal keren van dat wij punten maken die hij ook maakt in het boek. Bijvoorbeeld, hij zegt dat hij ook positieve dingen zegt over de verlichting. Nou, dat toevallige punt, dat hij ook positieve dingen zegt over de verlichting, dat maak ik in deze video wel een beetje vluchtig. Ik zeg van, oké, Bregman heeft net gezegd, hij vindt die scheiding der machten of die checks en balances vindt hij een beetje wantrouwig. Maar daarna zegt hij toch weer dat de verlichting ons heel veel heeft opgeleverd. En ik zeg ook in deze video dat de beschaving na de Franse Revolutie wel beschaafd werd, volgens Rutger Bregman. Natuurlijk zijn er ook heel veel dingen die hij in het boek goed zegt, die wij in deze video niet belichten en ook in de serie niet belichten. Maar dat is een van de problemen aan het boek in mijn ogen, dat Bregman zichzelf tegenspreekt. Dus dat hij inderdaad een aantal goede punten maakt. In het algemeen zeg ik daar wel iets over in de hele serie, dat,
dat hij soms goede punten maakt en die dan daarna weer tegenspreekt. En we hebben die inderdaad niet al die contradicties in kaart gebracht. Want dan zou het misschien een... Ja, een deel wel. Bregman die zegt, ja, het is 10.000 jaar geleden misgegaan. Dus ook maar een voetnoot, want daarvoor ging perfect met mensen. Alleen heeft die laatste 10.000 jaar niet. Dat is een soort opmerking als de meeste mensen deugen behalve de laatste 10.000 jaar. Is te vergelijken met de opmerking, de meeste Fransen deugen behalve de Fransen die stokbrood eten. Maar wat heel tegenstrijdig is, is dat Bregman... Nadat hij heeft aangetoond dat het 10.000 jaar geleden mis is gegaan, dat hij zich voortdurend in allerlei bochten wringt om toch allerlei leed en akelige kanten van de mensen van na 10.000 jaar geleden glad te strijken. Dus dat is ook totaal inconsistent. Oké, ik denk dat het goed is om we gaan natuurlijk door met het debat, maar het is denk ik ook leuk als jullie vragen gaan stellen. Dus ik wil het niet meer beperken tot het panel. Maar omdat vaak de eerste persoon die een vraag stelt, is vaak juist die persoon die je niet wil dat hij een vraag stelt. Heb ik gedacht om een buitengewoon briljante, iemand die ik erg bewonder, te vragen om iets te zeggen over dit onderwerp. Ik stel voor dat we nu heel erg hard gaan klappen voor niemand minder dan Eva Pink. Ja. Allemaal mooie boeken. Ik ben dus gevraagd om een column voor te dragen als interventie. En ik weet... ik wil graag, omdat ik weet dat Casper Seance daar erg van houdt, beginnen met een citaat uit de Bijbel... uit het Oude Testament, Psalm 14, uit de Nieuwe Bijbelvertaling, vers 2 en 3. De Heer kijkt vanuit de hemel naar de mensen om te zien of er één verstandig is, één die God zoekt. Allen zijn afgedwaald, allen ontaard, geen van hen deugt, niet één. Dus dat is Gods mening hierover, dan weten jullie dat. ik ben gevraagd om deze column voor te dragen in plaats van Refka Bijl, schrijfster, die doet dat normaal. Die kon er niet bij zijn, want die wilde bij haar eigen huwelijksvoltrekking zijn. Toen mij dat werd gevraagd, werd mij op het hart gedrukt door Ewout om vooral niet op het boek in te gaan. En ook niet op de aflevering, want dat zouden de aanwezige mannen al doen. Dus ik hoefde niet mijn lady brain te breken over de... complexiteit van de samenhang van de moderniteit en de Holocaust. Dat had ik erg graag gedaan. Ook ik ben groot bewonderaar van Sigmund Bauman, maar helaas. In plaats daarvan zei Ewout, is het misschien leuk als ik vrij ga associëren op de titel van het boek. het leek me eerst niet zo logisch om mij daarvoor te vragen. Ik ben... professioneel boekrecensent bij NRC. Dus dat leek me niet zo logisch om mij dan te vragen om niet op het boek in te gaan. Maar nu ik er toch ben, wil ik eigenlijk wel graag een ode brengen aan de titel van dit boek. Want ja, wat een geweldige titel is het. Het is een briljante titel. Ik heb, durf ik wel te stellen, in mijn hele carrière eigenlijk nooit een betere titel gehoord. Alleen al het begin. De meeste mensen... Op een zin die zo begint, volgt eigenlijk altijd een feitje dat je leven gaat verrijken. De meeste mensen wonen in Azië. De meeste mensen hebben een aandachtspanne van maar 3 minuten. De meeste mensen denken dat ze bovengemiddeld goed kunnen autorijden. Het is een verwachtingsvol begin, maar je voelt ook al meteen dat je een beetje begint te ergeren. Je voelt dat hier een soort sweeping statement komt, misschien een beetje bedweterig... en dat deze uitspraak het heel goed gaat doen in discussies op verjaardagen. Je weet nu al dat je hier ongelezen een mening over kan vormen. En dan lees je door en dan komt de twist. De meeste mensen deugen. Deugen, dat is een prachtig woord. Om heel veel redenen. Het is natuurlijk een bijzondere klank uit de Nederlandse taal, de eu. Ik las vandaag dat het eigenlijk een eenklankige
lettergreep is, maar dat het steeds meer een diftong aan het worden is. Ja, ik was vrij aan het associëren. Het is bekend van mooie woorden als kneus en neus en reuk en jeuk en allemaal andere woorden die ik wel heb opgezocht, maar niet zal voorlezen nu. Je moet je gezicht in een soort raar kommetje trekken om het te kunnen uitspreken. Het is een klank die tegelijk iets komisch heeft, maar ook iets kwetsbaars. Het straalt iets melancholisch uit, iets treurigs, zo je wilt. Dus dat gaat al de goede kant op. Maar dan de betekenis, want dat is natuurlijk de echte kracht van deze titel. En ik heb er lang over nagedacht en ik ben erop uitgekomen dat deze titel een compliment lijkt, maar het niet is. Er wordt wel eens kritisch gezegd door recensenten of andere mannen dat het boek niet duidelijk maakt wat deugen nou precies inhoudt. Het wordt nooit echt duidelijk of deugen nou iets veel meer is dan je buurman niet stiekem willen wurgen in zijn slaap. Of dat het iets meer is dan niet in paniek raken bij een natuurramp. Maar volgens mij schuilt juist in de vaagheid de kracht van het woord en in de titel als geheel. Want het is een heel verwarrend begrip. Het klinkt positief, maar de meeste associaties zijn latent negatief. Deugen is op een saaie manier doen wat er van je verwacht wordt. Hij is een deugdelijk afdelingsleider van de ANWB-winkel. Dat klinkt niet als een compliment. Maar soms is het ook echt een sneer. Want als we iets zeggen als kijk hem eens deugen, dan betekent dat in onze taal vooral kijk hem eens hypocriet zijn. Mensen vinden het heerlijk om te horen dat zij niet deugen. Ik heb nog nooit een politicus horen zeggen wij zijn er voor de deugers. En het is niet voor niets dat Annabel Nanninga wel ooit tegen de FVD-jongeren zei dat ze zo blij was dat iedereen die daar was zich aangetrokken voelde tot een politiek van het niet deugende soort. De politiek van het niet deugende soort bleek uiteindelijk natuurlijk ook voor Nanninga iets te gortig. Want blijkbaar heb je wel degelijk een niet leuk soort niet deugen. En is klimaatontkenning nog wel een hele leuke ondeugd, maar virulent antisemitisme dan weer niet. Dat is allemaal heel ingewikkeld. Wat trouwens ook maar weer bewijst dat het eigenlijk wel een beetje potsierlijk is om een boek dat onder andere probeert om een antwoord te formuleren op de vraag wat zegt het eigenlijk over de aard van de mens dat de Shoah heeft plaatsgevonden, om daarin een woord als deugen in de titel te zetten. Want een genocide is toch wel iets ergers dan de streken van een deugniet. En om dat aan elkaar te koppelen klinkt ergens heel ongepast, maar dat terzijde, want anders ga ik weer te inhoudelijk op het boek in. Mensen horen dus graag dat ze niet deugen. En niet alleen van politici, maar ook in de kerk, van dominees, zoals het Bijbelcitaat al laat zien. En in het theater horen ongelovigen het heel graag van schreeuwende cabaretiers. En wij kijken ook eigenlijk het liefst naar mensen die ruiterlijk over zichzelf toegeven dat ze niet deugen. Want op een gekke manier is zeggen dat je deugt een zonde en toegeven dat je niet deugt een belangrijke morele kwaliteit. En dat is de centrale spanning van het begrip deugen. We willen geen deugneuzen zijn, maar we vinden ook dat juist dat gebrek aan hypocrisie ons ontzettend deugdzaam maakt. Maar goed, als je dus een compliment krijgt dat eigenlijk een belediging is, dan heet dat in de verleidingskunst een push and pull. Je zegt iets onaardigs, maar ook iets onaardigs. En in die verwarring die daarop volgt, ontspruit liefde. En dat is volgens mij wat we de afgelopen jaren hebben gezien met dit boek. Rutger pusht en poelt zijn publiek. En onder andere uit hun gezamenlijke verwarringsdans wordt een ongekende bestseller geboren. En dat is hem zeer gegund. Want jaloezie is niet voor niets een van de 7 hoofdzonden. Aan al deze nuances van het deugen moest ik denken nadat ik gisteren gebeld had met een vriendin van me die in Kiev woont. Ze was terug na een journalistieke reis uit Oost-Oekraïne en ze vertelde me dat ze inmiddels op een Kievs hipsterterras zat en het afgelopen half uur al 2 keer het luchtalarm was afgegaan, maar dat niemand zich had verroerd, want zo gewend was iedereen al aan dat geluid. En ik zei maar niet, wat goed dat je niet in paniek bent gaan plunderen. Jij en je vrienden deugen. Dat leek me niet gepast. Ik zei, ik hoop dat je ooit een boek zou kunnen schrijven over je ervaringen uit deze maanden. En dan wil ik je wel helpen om een goede titel te verzinnen. Oké. Okay. Ja, ja. Wat een vrouw, ongelooflijk. Ik ben een groot bewonderaar van Eva Peek. Mensen, ja, wat Oekraïne hangt toch een beetje boven jullie beide uitingen eigenlijk. Want
Jullie hebben het niet over Oekraïne en jij ook niet. Dus ja, dat is toch wel iets interessants. Wat hadden jullie nog in de aflevering misschien gezegd als hij was opgenomen nu? Mag ik er iets over zeggen? Ik heb een procedure voorstel dat we het toch niet over de Oekraïne hebben. Oh, nee, en de reden is er misschien dat Bregman dat met ons eens kan zijn. Omdat ja, het is zo'n beladen onderwerp. Ja, nee, ik sta hier voor niks. Ik luister maar niet naar mij. Ik voel het zelf als iets onkies eigenlijk. om te proberen... Nee, ik dank je wel. Oké, ik snap wat je bedoelt. Maar, ja, er is sowieso wel iets over te zeggen. Ja. Maar, ja, weet je wel, ik wil best de bad guy zijn misschien. Ja, maar ik weet niet, misschien de heer Bregman. Er zijn mensen bij, jongens. Het is live, maar oké. Rutger Bregman dan, wat had jij over Oekraïne gezegd als je nu dat boek zou schrijven in het boek? Of niks misschien? Dat weet ik niet, dat is niet mijn expertise. En, je hebt het over een hoop genocide. Goed, je hebt wel ideeën. Ik bedoel, één hoofdstuk gaat over hoe macht corrumpeert. Waar ik veel mechanismen beschrijf die je volgens mij goed van toepassing zou kunnen achten op Vladimir Poetin. Hoe die volledig vervreemd is geraakt van de werkelijkheid. En die bijna een soort van zijn eigen menselijkheid, of in ieder geval de verbinding met andere mensen, wat volgens mij een van de essenties is van de menselijke soort. En ook een van de geheimen van ons succes. Ja, hoe die dat verloren is, misschien zoiets. Inderdaad, voorbeelden over hoe toch ook miljoenen mensen laten zien hoe solidair ze kunnen zijn met elkaar. Hoe ze vluchtelingen kunnen opvangen. Ja, het is eigenlijk de fout die Poetin maakte aan het begin van de oorlog, het idee Oekraïne is een nepland, daar was ik wel even overheen. Dat deed mij heel sterk denken aan de fout die Hitler maakte toen hij dacht, oh, ik kan wel even Londen plat bombarderen en andere steden en dan breek ik de wil van het Britse volk. En de fout die de Britten later maakten, dat ze dachten van, we kunnen met morale bombing ook de wil van het Duitse volk. Dus dat is blijkbaar een fout die elke keer wordt herhaald, dat de veerkracht van gewone mensen wordt onderschat. Maar goed, dat is ongetwijfeld mijn confirmation bias dat ik hier nu zie. Zou dat verder moeten onderzoeken? Ja, ik heb daar wel een reactie op. Denk jij dan dat Poetin ooit wel gedeugd heeft? Was hij ooit een goede man en is hij door zijn macht gecorrumpeerd? Ik heb een biografische documentaire over hem gezien. Dus ik heb niet drie dikke boeken over hem gelezen, oké. Okay. Maar daar kreeg ik niet die indruk dat hij ooit een goeierik was. En dat is inderdaad, in jouw hoofdstuk maak je dat punt heel duidelijk. Van, dat is duidelijk dat je moet op de een of andere manier verklaren waarom er toch zoveel kwaad in de wereld is. En bijna iedereen pleit je uiteindelijk soort van vrij. Zelfs terroristen zeg je van, ja, die doen het toch vooral voor erkenning van familie en vrienden. Dus het, eigenlijk deugt dat. Goed, daar is ook van alles over te zeggen. Maar uiteindelijk zijn de machthebbers eigenlijk de enigen die je geen uitgang geeft. Van wie je zegt van, ja, die zijn wel een beetje erg eigenlijk. Maar dat komt omdat die macht hen gecorrumpeerd heeft. Dus eerst zijn ze sympathiek, dan worden ze gekozen. En dan worden ze onsympathiek eigenlijk door die macht. Verliezen ze hun empathie. Empathie overigens waar je ook in het boek over zegt dat het niet zoiets positiefs is. Dus dat is weer zoiets waarvan je kunt zeggen, ja, ik zeg toch dat empathie ook negatieve kant heeft. Ja, dat klopt. Het boek is tegenstrijdig. Maar er is wel één zin waarin je zegt, soms hadden ze die goede kwaliteiten helemaal niet, die leiders die ze uiteindelijk verloren. Dus ook dat punt maak je wel weer. Alleen, ik denk dat dat veel vaker voorkomt, dat dat eerder regel is dan uitzondering, dat mensen die niet deugen aan de macht komen, omdat ze heel graag macht willen. Nou, dat fenomeen, dat benoem ik de survival of the shameless. Dus volgens mij zijn we het daar eens. Gedurende het grootste gedeelte van de geschiedenis had je het proces wat Brian Hare, de evolutionair antropoloog, survival of the friendliest noemde. Dus dat is dat zelfdomesticatieproces. Dat er eeuwen, misschien zelfs millennia lang, eigenlijk een selectie was op vriendelijkheid. En inderdaad, een van de paradoxen van, ik zou het bijna de moderniteit noemen, of in ieder geval de beschaafde periode in de geschiedenis, is dat dat in veel plekken lijkt te zijn omgedraaid. En dat schaamteloosheid een soort van, hoe zeg je dat? In het Engels adaptive trait is geworden, dat je daar juist hoger mee kan komen. Ja, ik denk dat je dat op twee manieren kan verklaren. Of het is er altijd al, dus we kennen allemaal de Batman-films, de Joker. Gewoon mensen die het echt heerlijk vinden om anderen te zien lijden. Ik denk dat die bestaan, ik denk alleen dat ze zeer zeldzaam zijn. Maar het zou kunnen dat in sommige politieke systemen dat soort mensen een voordeel hebben. En dingen kunnen die anderen gewoon te erg zouden vinden. Eerlijk gezegd denk ik dat ook soms bij zekere politici, die gewoon dingen kunnen zonder gêne te voelen, zonder te blozen, wat een bijzondere menselijke eigenschap is. Verder alleen aangetoond bij enkele papegaaien. maar wat je niet bij andere primaten ziet.
En bij sommige politici kunnen we ons niet eens meer voorstellen dat ze blozen. Dus weet je, want jullie zijn lastig. Ik ben misschien een slechte debater, of jullie zijn gewoon heel moeilijk. Zullen we naar de zaal? Wie heeft een interessante, briljante vraag voor het panel? Sophie Rutte-Frans, onze programmeur, heeft een grote lange microfoon. Ja, ik zal even opstaan. Mijn naam is Jasper. Ik wil toch even opnemen voor de geschiedenis in Nederland. Ik heb zelf geschiedenis gestudeerd in Utrecht. En heb ik ooit het vak oorlog en vrede gevolgd. En daarin moest ik een presentatie houden over de 18e eeuw. Nou, ja, daar heb ik het volgens mij gehad over de oorlog tussen Frankrijk en Engeland. En de piraterij volgens mij. Maar ik kreeg toch een onvoldoende voor die presentatie. Want ik was namelijk helemaal vergeten de slavernij te vermelden. En daar ben ik toch wel op afgerekend. Maar nu toch ja, mijn vraag aan Rutger. In het licht van de meeste mensen deugen. Hoe kijk je dan tegen de slavernij aan die toch wel een groot gedeelte van de geschiedenis, of eigenlijk wel misschien de hele geschiedenis van de mensheid, een enorme rol heeft gespeeld? Ik vond eerlijk gezegd de column betrekkelijk briljant. Omdat het heel mooi laat zien dat de meeste mensen deugen. In eerste instantie denk je, het is wat sympathieks. Maar je gaat er wat lang over doordenken. Je denkt, nou, ik weet eigenlijk niet per se of dat verlangen om ergens bij te horen, om aardig gevonden te worden, of dat nou altijd zo goed is. En dat is ook de observatie waar ik vrij uitgebreid in het eind van het boek op inga, dat het soms juist het probleem is dat mensen zo graag ergens bij willen horen, of die neiging hebben om aardig en vriendelijk te zijn. Soms kan je een stuk lulliger tegen elkaar zijn als er wat afstand tussen is. Dit vind ik ook een van de terechte kritiek op mijn boek, is dat het een beetje, het kan je wat gemakzuchtig maken. Ik zag op een gegeven moment foto's verschijnen van mensen op Instagram die lekker een wit wijntje aan het drinken waren, weet je wel, op Vlieland. En zeiden, nou, heerlijke boek en heerlijke vakantie en volgende week naar Bali. En toen dacht ik, oh, wat een monster heb ik geschapen. Want inderdaad, het kan je een beetje, of wat Simon op zich terecht zegt, het een beetje in slaap sussen. Dat is een mogelijke lezing van mijn boek. Misschien nog een briljante vraag van Joris van Laarhoven? Niet, maar ik heb wel een vraag. Hi, heel sportief dat je er bent, allereerst. Als je nu zo zelf toegeeft, ja, is het wel goed als mensen deugen? Want deugen kan ook heel negatief zijn. Loyaliteit zie je bijvoorbeeld in Butsja in Rusland. Hè, dat werd verklaard als die gruwelijkheden die hebben plaatsgevonden. Als mensen hebben toch met elkaar geleden. En je ziet, die Russen zien elkaar, die zien hun kameraden vermoord zien worden en als wraak doen ze wat ze in Butsja zien, dat is kameraadschap, loyaliteit. Zag je bijvoorbeeld in The Guardian en in Trouw geduid. Maar als je nu zelf zegt, ja, deugen kan ook heel negatief zijn. Waarom is dan toch de insteek van je boek, het is een nieuwe geschiedenis van de mens, een positiever mensbeeld. Maar is deugen nou positief of niet? En wat is deugen? Ik snap dat je zelf aan de haal gaat met die vraag. En dat je ermee in de weer bent. Maar dat wil nog niet zeggen dat je dus een bevredigend antwoord daarop geeft. Nee, ja, volgens mij geef ik in het boek een vrij gelaagd antwoord daar uiteindelijk op. Dus een van de conclusies is, de mens is aan de ene kant een van de vriendelijkste soorten in het dierenrijk. Aan de andere kant een van de wreedste soorten in het dierenrijk. Ik ken geen voorbeelden van pinguïns die genocides uitvoeren op andere pinguïns. Wat kan ik ervan zeggen? Ik denk dat een van de kernredenen waarom ik dit boek graag wel wilde schrijven, is dat er, enerzijds omdat er een verschuiving op gang is gekomen in de afgelopen decennia, dat veel wetenschappers, sociologen, antropologen zijn overgestapt op een in ieder geval een hoopvoller mensbeeld. En van de belangrijkste passages in mijn boek, hebben we het helemaal niet over gehad vanavond, gaat over het sociaal-psychologisch onderzoek. Stanford Prison Experiment, Milgram Experiment, dat soort belangrijke studies die zijn ontkracht. Maar sorry dat ik je onderbreek, maar dat is inderdaad de hele teneur van je boek. Er is een 40 jaar lang, de afgelopen 40 jaar, is er in alle wetenschapstakken een enorm positief mensbeeld. En iedereen negeert dat, maar ik breng dat naar voren. En nu zeg je, ja, ik, het is mij om het even, het kan positief zijn of negatief, maar dat is een beetje misleidend, vind ik. Nou ja, nee, dat is niet misleidend als ik zeg dat er een verschuiving op gang is gekomen. Niemand hoort je. Maar oké, dit punt is duidelijk, denk ik. Wat? Oh, niet duidelijk? Nee, oké. Nou ja, misschien ben ik te roepen in de woestijn om een Bijbels metafoor te gebruiken. Maar je zegt de afgelopen 40 jaar is een positief mensbeeld. Ik neem aan dat jij het daarmee eens bent. Of jij vindt het belangrijk dat dat dominant wordt en niet het negatieve mensbeeld? Nou ja, kijk, die titel, De meeste mensen deugen, is niet toevallig, wat ik ook al in mijn verhaal zei, een uitspraak van Alex Brenninkmeijer, die dat zei in een periode
dat dat helemaal niet zo'n populaire uitspraak was. Omdat er net een enorme fraudejacht op gang was gekomen. Onder andere naar aanleiding van de Bulgarenfraude. Dat naar mijn idee wel degelijk was geworteld in een vrij cynisch mensbeeld over hoe makkelijk mensen fraudeurs zijn. Wat zei hij in een van zijn lezingen? Hij zei onder andere, nou, 98% van de mensen deugt. Want 98% van de mensen betaalt gewoon netjes zijn belasting op tijd. Hij haalde allerlei statistieken aan over fraude, waarin bleek dat AOW-fraude nauwelijks voorkomt. Bijstandsfraude nauwelijks voorkomt en zei de meeste mensen deugen. En hij waarschuwde ook voor de gevaren van een te cynisch mensbeeld. Okay. Dat is een van de belangrijke redenen waarom ik dit boek heb willen schrijven. Om eigenlijk een ander hoe zeg je dat, okay, verhaal te vertellen. En volgens mij is het ook een belangrijke verklaring voor het succes van het boek. Okay. Omdat heel veel mensen daarnaar snakken, naar een hoopvoller mensbeeld. Ik zap even naar de volgende vraag. Yes, dankjewel. Hi, ik ben Marlin. En had je ook een vraag? heel interessant. Ik had eigenlijk een vraag over, er was één kritiekpunt van Casper wat ik heel interessant vond. Dat ging over welke systemen zorgen er nou voor, of welke omstandigheden zorgen er nou voor dat het goede in ons naar boven komt of het slecht. En daar was ik eigenlijk wel nieuwsgierig naar van hoe je daarop zou reageren. Van, heb je daar een duidelijk beeld over? Ja, goed, daar ga ik honderden pagina's natuurlijk over door in het boek. Die these dat het eigenlijk puur en alleen over de omstandigheden gaat, van hoe mensen zich gedragen, dat wordt in de psychologie het situationisme genoemd. En een paar belangrijke studies die dat altijd poogden te onderbouwen, was inderdaad bijvoorbeeld het Stanford Prison Experiment. Je begint met 24 studenten, je maakt 12 van hen bewaker, je maakt 12 van hen gevangenen. En al heel snel zie je dat als je ze in andere omstandigheden plaatst, dat ze zich dan vreselijk beginnen te misdragen. Nou, ik verzet me daar sterk tegen. Ik denk dat het een heel simplistische kijk is. En ik laat zien dat, in ieder geval dat studie, die specifieke studie eigenlijk gewoon een hoax is. En dat er wel degelijk zoiets bestaat als de menselijke natuur. Dat de menselijke natuur is geen onbeschreven blad. We hebben bepaalde instincten, bepaalde neigingen, bepaalde verlangens in deze wereld. En een belangrijk deel van mijn boek gaat over hoe we in de loop van de evolutie, bijvoorbeeld dat verlangen naar connectie hebben gekregen. Dat verlangen naar vriendelijkheid. Survival of the friendliest, zoals Brian Hare het noemt. Dat wil niet zeggen dat we in bepaalde omstandigheden ons niet vreselijk kunnen gedragen. Sterker nog, een belangrijk deel van mijn boek gaat erover hoe juist dat verlangen om ergens bij te willen horen soms heel kwalijke effecten kan hebben. Maar het is wel degelijk belangrijk om na te denken van, hoe zit het beestje nou eigenlijk in elkaar? Wat is de menselijke natuur? Ook al kunnen we in allerlei omstandigheden ons verschillend gedragen. Ja, ik wil graag nog een punt maken, maar ik wil meegeven, probeer het met je kort te doen. Want we zijn al aan de... Ja, ik ben het helaas wederom met heer Bregman oneens. Ik vind helemaal niet dat hij daar heel veel aandacht aan besteedt. En een punt wat er elders in de video voorkomt, maar niet bij wat we nu vertoond hebben, is bijvoorbeeld de vraag hoe het nou komt dat aan het eind van de Tweede Wereldoorlog van Russische zijde zoveel soldaten zich aan verkrachtingen schuldig hebben gemaakt toen Duitsland... Duidelijke vraag, denk ik. Heb je daar een reactie op? En niet aan Amerikaanse zijde. Of aan de geallieerden, veel minder. Okay. En dat soort vragen zijn heel interessant. Hier nog wat vragen? Hebben we nog een beetje energie, jongens? Of worden we gek? Wie wil er allemaal door? De mensen die vragen? Of iedereen? Oh, ga door. We gaan door, ja? Oké, we gaan... Maar ik vind dus niet, meneer Bregman, dat u daar eigenlijk diep op ingaat. Of dat u daar op een interessante manier aandacht aan besteedt. Ik vind niet dat u dat doet. U zegt dat u er 100 pagina's aan besteedt. Ik zie dat niet zo. Oké. Moet ik tot mijn spijt zeggen. Maar daarop reageren we zo naar de volgende vraag? Nee hoor, doe maar volgende vraag. Oké. Prima. Ja, ik kan niet helemaal bij jou. Dan moet je heel hard gaan schreeuwen. Ik weet niet, Sophie is nog ergens met een grote hengel. Maar... Of hier is ook eentje. Hoi, ik ben Meike en ik ben 17, dus ik ben nog relatief jong. Dus ik vroeg me af, je hebt het over leiders in je boek. En je geeft natuurlijk ook dat voorbeeld over bijvoorbeeld het dorp waarin, of een stad waarin iedereen zelf mocht bepalen wat ze wouden gaan doen. Of dat ze met z'n allen het beleid bepaalden. En ik vroeg me heel erg af wat je dan vindt dat wij kunnen doen aan de leiders. Aangezien... bijvoorbeeld in dat voorbeeld komt het initiatief vanuit de leider. Maar ik vroeg me erg af hoe je dat dan vanuit uit de mensen die deugen, uit de burgers, vond dat we dat moesten aanpakken. Nou ja, macht corrompeert. Dus macht moet altijd gecontroleerd worden. En ik denk dat dat een besef is dat al
heel lang bekend is. Dus als je kijkt naar nomadische jagers en verzamelaars, dan zie je dat de kracht van schaamte cruciaal is. Mensen die zichzelf te belangrijk gaan vinden, weet je wel, die een beetje te arrogant en narcistisch worden, die worden neergehaald. Nou, dat hebben we in Nederland ook nog steeds. Dat noemen we de maaiveldcultuur. In Scandinavië noemen ze dat de wet van Janten. In Australië noem je dat tall poppy syndrome. Dat zijn hele effectieve manieren om ervoor te zorgen dat, ja, dat dat hele gevaarlijke goedje mag, dat dat mensen niet te veel corrumpeert. Je kan het ook institutioneel verankeren natuurlijk, wat de Founding Fathers voorstelden. Van je kan ervoor zorgen dat machthebbers op een gegeven moment, nou ja, bijvoorbeeld na 4 jaar herkozen moeten worden of weg moeten gaan. Maar dat is dat besef van dat macht een gevaarlijk goedje is, dat is denk ik wel cruciaal. En er zijn heel veel verschillende manieren om daarmee om te gaan. Waaronder ouderwetse schaamte gewoon. Is dat, vind je dat even goed als de trias politica eigenlijk? Beetje op gelijk niveau. Ja, even goed. Ik denk dat, ik bedoel, schaamte speelt nog steeds een belangrijke rol. Ik denk bijvoorbeeld een democratie of een samenleving waar mensen geen schaamte meer voelen of gewoon, ja, gewoon lekker doen waar ze zin in hebben. Dat is niet een ideale wereld, nee. Ik vind het een bijzonder kenmerk. Schaamte en geweten niet een beetje door elkaar? Want je kunt, dit is misschien niet het allerbelangrijkste hoor, maar je kunt bij schaamte denk ik vaak aan helemaal dingen die helemaal niet moreel van aard zijn. Bijvoorbeeld dat je je schaamt. Je zegt ook in het boek, dit is weer een voorbeeld van een punt dat hij in het boek wel maakt, alleen uiteindelijk is hij toch positief over schaamte. Je zegt ook natuurlijk, armoede brengt ook schaamte met zich mee. En dat denk ik van, ja, dat zou het begin kunnen zijn van een heleboel alinea's over eigenlijk hoe vaak schaamte de verkeerde kant uitwijst. Eigenlijk hoe mensen zich schamen voor dingen waar ze zich helemaal niet voor hoeven schamen en helemaal niet voor dingen waar ze zich wel voor moeten schamen. Dus als je had gezegd gewetensvol in plaats van schaamtevol, dan was ik al meer mee geweest. Maar uiteindelijk, en in die zin ben ik dan een verlichter, denk ik, moeten we goede regels en wetten hebben om te zorgen dat, ja, trias politica bijvoorbeeld, dat mensen, die maken dat mensen hun macht niet misbruiken. En moeten we niet vertrouwen op de menselijke drijfveren, want die hebben keer op keer laten zien dat die niet te vertrouwen zijn. Waarom noemt u nou in het hele boek niet één keer de term trias politica? Terwijl u zo bezig bent met macht en machtsmisbruik. Dat is toch wonderlijk, meneer Bregman? Ja, het is een tekort boek, denk ik, hè? Als het maar, maar misschien iets te grote letters. Op bladzijde wit. Ja. Dat is het. Er is zoveel wat ik niet noem, joh. Okay. Heel Wikipedia noem ik niet. Dat is echt, ja, het is heel productief, maar toch even naar de volgende vraag. Het is een heel populair boek wat u heeft geschreven. Het wordt echt heel bij veel verjaardagen, et cetera, weggegeven als cadeau. Is dat expres zo geschreven ook? Soms kreeg ik dat idee als ik de zinnen las, zeg maar, dat het, ja. Of het expres als verjaardagsboek is gegeven? Is dat de vraag? Nou, het is een, ja, we hebben het pakpapier er al omheen gedaan. Nou, je wil natuurlijk een populair boek schrijven, dat snap ik. Maar je kan natuurlijk ook niet elk boek wat een belangrijk of goed boek is, hoeft per se populair te zijn. Maar kan het nog steeds heel belangrijk zijn dat het geschreven is. Maar het kan misschien ook andersom, een beetje soms. Dus ik zeg niet dat je boek onbelangrijk is, maar ik vroeg me af, was je ermee bezig toen je het schreef dat het voor iedereen moet zijn? Ik kan me voorstellen dat het een belangrijke insteek. Dat is een andere vraag dan of het voor iedereen een verjaardagsboek moest zijn. Ik vind het heel belangrijk om toegankelijk te schrijven. Ja. Dus ik ben in mijn werk steeds op zoek naar, is er nog een makkelijker woord dat hetzelfde zegt, dat dezelfde lading heeft. Ik heb een beetje een afkeer van, ja, soms een beetje aristocratische houding in de wetenschap van, we gaan dingen moeilijker maken gewoon alleen om wat intelligenter over te komen. Dat is het, ja, ik vind het belangrijk om het zo democratisch mogelijk te houden. Onze uitloop komt richting media super democratisch. Sorry, wat zei je? Wikipedia is bijvoorbeeld super democratisch en heel toegankelijk. En heel sorry. Goeie. We zijn een beetje richting een einde aan het wandelen, jongens. Want wij lopen gewoon heel erg uit. Nog een paar vragen en dan nog even een slotwoord. Wat als eerste straks dat jullie zeggen van dat had ik moeten zeggen. Dat mag je zo nog even zeggen. Denk er alvast even over na. Dan gaan we nu nog een paar vragen doen. Hoe ik de kritiek lees, is dat de rode draad daarin wijst naar cherrypicking, die misschien plaats heeft gevonden. Een confirmation bias of wat je net al zei, dat mensen snakken naar een positiever mensbeeld. Misschien geldt het ook voor jou. Hoe reageer je op die kritiek? Dus niet op de losse kritiekpunten, maar op die rode draad. Nou, kijk, je moet je beseffen, ik heb aan een boek als dit werk je iets van 5 jaar, waarbij vele tientallen mensen meelezen. En ook heel wat mensen, bijvoorbeeld mijn directe collega Jesse Frederik, die een aanzienlijk zwartgalliger mensbeeld erop nahoudt. Ja, die gewoon bij heel veel dingen denken van, nou, ik weet niet of dat klopt. Dus wat ik gedaan heb, of in ieder geval geprobeerd te doen, is steeds
als ik een bepaald verhaal of een bepaald inzicht deel, dat ik dan ook kijk van, is er een meta-analyse erachter? Een meta-analyse is een studie van studies eigenlijk. Dus bijvoorbeeld in het hoofdstuk over contacttheorie vertel ik een verhaal over twee Zuid-Afrikaanse broers die een bijzondere rol spelen in het eindigen van de apartheid. Dat is op zichzelf natuurlijk maar een anekdote. Het wordt veel interessanter natuurlijk, of sterker als je laat zien, er is een meta-analyse van 500 andere studies die laten zien dat die contacttheorie, een van de oudere wetenschappelijke theorieën binnen de psychologie, ja, een hele sterke onderbouwing kent. Dat heeft ook als gevolg dat ik best wat studies niet heb kunnen gebruiken. Er zijn bijvoorbeeld een belangrijke studie een tijdje geleden in Science over mensen die een portemonnee verliezen. En dan hoe vaak komt die portemonnee terug in verschillende landen. Nou, dat was een hele leuke studie. Bleek dat de meeste plekken gewoon de meeste portemonnees netjes worden teruggebracht. Maar het was niet gerepliceerd. En andere wetenschappers hadden het nog niet herhaald. Dus daarom heb ik het niet gebruikt in het boek. Dat is wel een van de manieren, denk ik, waarop je jezelf kan beschermen tegen confirmation bias. Ik denk dat veel van die kritiek van, oh, Rutger doet aan cherrypicking, dat is een beetje de suggestie dat ik alleen die verhalen vertel. Ja, ik vind het is een heel effectieve manier als je een bepaald idee wil overbrengen, dat je een goed verhaal hebt, een sprekende anekdote. Maar dan moet je dat altijd combineren met het bredere wetenschappelijk onderzoek en laten zien, er zijn meta-analyses die dit verder onderbouwen. Ik kijk even naar een rondje gemiste kans. Probeer even voor te stellen dat jullie straks naar mij toe lopen en zeggen van, hey Wout, ik had dit moeten zeggen, heb je die ruimte niet gegeven? Rutger, misschien heb jij nog iets wat je denkt, dat had ik moeten zeggen. Kasper, wat had jij graag nog wat meer? Sowieso, dat wil ik in ieder geval gezegd hebben, dat alle punten, ik wil ook heel graag de tekst die je hebt voorgelezen hebben eigenlijk, zodat wij zijn van plan om aan het eind nog een eindevaluatie op te nemen, zodat we de punten die meneer Brechtman nu maakt, die we nu niet hebben kunnen, waar we nu niet op hebben gereageerd, dat we daar nog alsnog op kunnen reageren. En hem ook gelijk geven waar hij gelijk heeft. Ik bedoel, Robert Frank, het zou heel goed kunnen. Ik bedoel, ja, ik durf niet alles blind meer van je aan te nemen, moet ik zeggen. Maar het zou best kunnen dat hij inderdaad goed onderzoek heeft gedaan. Bedoel, ik heb niks tegen Robert Frank. Het was op basis van die passage in je boek kon ik niet opmaken of het correlation of causation was. En er waren meer momenten in het boek dat ik me dat afvroeg. En ik vraag me nu af, zat ik er op al die momenten naast? Misschien zat ik er hiernaast, dat kan. En verder, even kijken. Er zijn heel veel dingen waar ik op in kan gaan. Bijvoorbeeld het anti-beschavingsstandpunt, wat ik zeg, dat je stelt van als het laagje vernis breekt, dan komt juist het beste in de mens naar boven. Daarover zeg jij van, ja nee, ik ben niet anti-beschaving. Ik zeg ook heel positieve dingen over beschaving. Ja, dat klopt. Dat vind ik ook zo moeilijk aan het boek. Dat ik jou soms betrap op een anti-beschavingszin eigenlijk. Namelijk, als de beschaving breekt, komt het beste in ons naar boven. En dan verderop zeg je weer van, maar de verlichting heeft ook hele positieve dingen gebracht. En dan denk ik, heb je wel door dat dit in strijd is met elkaar? Dat gebruik je nu ook in je verdediging. Ik vind het is juist een zwakte aan het boek dat het zo alle kanten opgaat. Dat het zo chaotisch is. Ja. Simon, wat had jij nog graag willen zeggen? Nou, ik wil eigenlijk niet nog op dingen in. Ach, Simon luistert nooit naar mij. Ik wil wel een paar algemene opmerkingen maken. Mijn vertrouwen in het boek van Brechtman is echt onherstelbaar beschadigd door een aantal dingen die we hebben nagetrokken die echt absoluut niet kloppen. De heer Brechtman heeft ook in zijn verhaal achter de katheder een aantal dingen gezegd die echt onjuist zijn, die niet waar zijn. Hij zegt dat hij in zijn boek ingaat op kolonialisme. Is niet zo. Het hoofdstuk over Paaseiland gaat ergens anders over. Op kolonialisme gaat hij niet in. Voor mij is dit eigenlijk niet. Het vertrouwen is bij mij zoek. De kijker kan, als hij het geduld wil opbrengen, 11 afleveringen bekijken. Dan kan hij zelf bekijken of wij het bij het juiste eind hebben of niet. Okay. Ik denk niet dat we die discussie verder moeten voeren. Wat ik de heer Brechtman mee wil geven is. Natuurlijk moet hij doorgaan met het schrijven van boeken. Maar veel betere boeken. Ik denk toch dat hij heel Simon, goed moet nadenken. Dankjewel, we zitten echt aan de tijd. Ik wil Rutger graag laten reageren. Heb jij nog iets waarvan je denkt, dat had ik moeten zeggen? Ik wil toch nog even mijn zin afmaken. Ik wil dat hij toch kijkt naar de aflevering en erover nadenkt. Had je al gezegd, maar dankjewel. Okay. Rutger, heb jij nog iets wat je graag mee wil geven? Of wat je niet geroepen hebt, wat je wel had willen zeggen? Ik vond het een unieke avond. ik heb nog nooit zoiets meegemaakt.
Ja, ik vond het tof dat jullie me de kans boden om weerwoord te bieden. Ik vind de snijtafel eigenlijk best wel leuk. Zolang het niet over mij gaat. Ik vond het echt een slechte aflevering. Ik vond geen enkele kritiek hout snijden. dat meen ik oprecht. Ik heb best wel veel goede en pijnlijke recensies van mijn boek gelezen. Maar dit was er niet één van. En dat vind ik best een prestatie, dat je 4,5 uur kan doorgaan zonder één. Maar ja, goed. Ik heb wel zin in een biertje eigenlijk. Ja, dank jullie wel jongens. Ja. Heel erg bijzonder. Heel mooi. Laten we, denk ik, hopen op veel meer snijtafels. Eva Peek in de snijtafel zou een goed idee zijn, toch, mensen? Probeer Casper te motiveren, zou ik zeggen. Geef hem een pep talk. Hij wordt nooit herkend. Mensen durven hem niet aan te spreken. Maar dit is hem echt. Dus geef na afloop, moedig hem aan of moedig hem af, wat je maar wil. Maar praat met hem. Dat vindt hij leuk. En jongens, je kan tegenwoordig de snijtafel steunen door kaartjes te kopen voor deze events. Het gaat nu ook een stukje naar ons, maar je kan ook... doneren. Er is niks naar Rutger Bregman gegaan, wat het extra bijzonder maakt. Dus laten we nog meer een applaus geven voor Rutger Bregman en voor... APPLAUS